Leuk dat jullie kijken naar de tweede video over Meppel in één dag schoon. We gaan natuurlijk de gemeente in één dag helemaal schoonmaken. Maar in de voorbereiding laat ik jullie zien wat er met ons afval gebeurt. En we zijn niet meer in Meppel, maar in Wijster. Bij Atterro en ik ga je laten zien ja, hoe afval een nieuwe grondstof wordt. En waarom we dus gescheiden moeten inzamelen. Ga je mee? Deze vrachtwagen vervoert het GFT-afval van Meppel naar Wijster. GFT staat voor groente, fruit en tuinafval. Ja, in de kleding, helemaal klaar ervoor. En je ziet het hier al achter me. Dit is het afval wat uit Meppel komt en dat gaan we volgen. Oh, kijk, we zijn dus bij de container. Jullie hebben al het GFT-afval in de groene container gedaan. En dan komt het dus hier terecht. En moet je kijken, daar zie je al een vette shovel. En daar zie je dus al het GFT-afval. Er zijn dus drie van die kleppen. Ja, en nu gaat het zo gebeuren. En ja, de vrachtwagen gaat omhoog. Hij kiept alles erin. En ja, dan gaan we dat proces bekijken. We hebben net gezien dat de vrachtwagen het GFT-afval hier heeft gebracht. En we zijn nu in de controlekamer. Moet je kijken hoeveel schermen hier staan. En daar houden ze alles in de gaten. En ze sturen de shovels aan om alles te sorteren. Laten we even kijken door het raam. Uit dit afval wordt energie en compost gehaald. Het woord compost komt uit het Latijn en betekent dat wat samen is gebracht. Op het natuurlijke afval zitten al bacteriën en schimmels en die zorgen voor het proces van composteren. Tijdens het composteerproces zal dus deze enorme berg afval enorm slinken en hou je hele rijke aarde over die jij weer op de tuin kan doen. Je zou dit ook thuis kunnen doen, maar dan kan het wel een half jaar tot een jaar duren. Hier bij Atterro versnellen ze dat proces. In deze enorme hallen ligt al dat afval. In ongeveer 2 tot 3 weken wordt het dan compost of bijvoorbeeld biogas. En dat is weer energie wat we kunnen gebruiken. Je ziet die hallen achter me en daar vindt het composteerproces plaats. En we gaan nu door naar het volgende onderdeel. Moet je kijken, we zijn dus nu in het laatste proces van het composteren. Maar ja, zoals je hoort, je kan me niet zo goed verstaan. Dus we doen het gewoon even met de voice-over. Ik vertel je dat dit compost is. Dit heeft dus 3 weken in die hal gelegen, maar er zit nog steeds afval in. Er zitten dingen in die er niet in thuis horen en die worden er hier uitgehaald. Slimme machines halen met verschillende technieken het laatste beetje afval uit de compost. Ja, en moet je kijken wat een berg hier liggen aan compost. We hadden GFT-afval en nu is dit een van de belangrijkste grondstoffen die we uit dat afval hebben gehaald. En dit kun je dus weer thuis op de tuin strooien. En dan krijg je weer een voedingrijke bodem om bijvoorbeeld weer nieuwe planten te laten groeien. Dus straks komt dit weer in Meppel terecht. We zijn weer terug in Meppel en ja, we hebben net gezien wat er dus gebeurt met het GFT-afval uit de container. Maar zoals je ziet, deze container is ook een beetje stuk en is nu dus ook afval geworden. Ja, maar dan kun je wel wat nieuws mee, Sander. Hé, hey, Matthijs! Ja, hoi, of zo, hoi. Ja, wat goed dat je er bent. Ja, dank je. Want volgens mij kan jij vertellen hoe we van zo'n container, wat nu afval is geworden, want hij is stuk. Ja. Iets nieuws kunnen maken. Ja, nou, Be Nice heeft het mooist bedacht. Die zagen de zijkanten van de containers van Meppel, die zagen ze eruit, op kleine plaatjes. En die hebben een bedrijf gevonden die daar iets van kan maken wat goed is voor de natuur. Oké. Okay. Zullen we dat gaan bekijken? Nou, kom, ga hier mee. Kom. Nou, de stukjes container zitten erin. En wat gaan we nu doen? Ja, we gaan frezen. Ja, frees niet. Ja, frees wel. We gaan kleine stukjes van de container uitfrezen. En dan kun je straks zien wat het gaat worden. Oh.
De machine is klaar. Hij is klaar. Kijk, dit is hem. Hij kan eruit. En het zijn nu net puzzelstukjes. Als je goed kijkt, dan zie je al wat we gaan maken. Het heeft iets met bijen te maken. We moeten het alleen nog even in elkaar zetten. Kom, gaan we samen in elkaar zetten. Ik heb ze uit elkaar. En nu moeten we er nog een huisje van knutselen. Hier is het huisje al klaar. Zie je? En dit huisje is gemaakt van een grijze container en een groene container. We bouwen er nu alleen een van een groene container. En het werkt zo. Sander, je moet me wel een beetje ondersteunen. Ja. En jij bent de knutselspecialist van ons tweeën. Je zet je dakje in elkaar, zo. Laten we even liggen. Dan hebben we twee van zulke stukken. En dan klik je het dakje hier zo vakkundig in. Ja, zo, ja. Hey, inderdaad. Ja, het is even zoeken, hè. Ik ben niet de knutselmeester. Ik ben de natuurmeester. Knutselen. Heel makkelijk. Kijk, en nou is hij bijna klaar. Nog niet helemaal. Nee, want hij moet nog vast volgens mij. Hij moet nog vast. En heel goed van je, dank je. Daar hebben we deuvels voor. Dit zijn deuvels. Dat wist ik ook niet. En die kun je zo hier door de gaatjes indrukken. Dan zit hij goed vast. Kijk, en er moeten nog oortjes bij. Deze heeft kattenoortjes. Maar je kunt ook Mickey Mouse oortjes doen. Voor in de gaatjes. Kun je ook nog even zo'n deuveltje doorheen doen. Dat hij goed vast zit. En nou denk je, ja, hij is klaar. Maar nou kan er natuurlijk nog geen bijen in wonen. Nee, want ik mis hier muren en ja, een vloer. En een vloer. Er zit alleen een dak op nu. Ja. Maar die bijen, die bouwen eigenlijk hun huisje in een stukje hout. In een holletje van hout. Dus het dak is vooral dat het niet nat wordt. En dit is waar het houtje in kan blijven liggen. Dus we gaan nu op zoek naar hout. Met gaatjes erin. Daar kunnen de bijen straks hun huis in bouwen. Nou, van de container hebben we een bijenhuisje gemaakt. Ja, die is klaar. Nou ja. Nou ja, we zitten hier bij het resthout. Hout wat niet meer gebruikt kan worden om mee te bouwen. Maar ja, we kunnen er wel iets mee doen. Mee recyclen. Want ja, we kunnen er een bijenhuisje van maken. Want dit maakt het af. Ja, dit is eigenlijk het belangrijkste onderdeel als je eerlijk bent. Want hier gaan de bijen hun nestje in bouwen. Dit houdt het bijenhuisje op zijn plek. Zodat je hem goed op kunt hangen. Het dakje zit erboven. Het ziet er ook nog eens gezellig uit in je tuin. Maar in die gaatjes, daar kruipen metselbijen in. En die leggen daar hun eitjes in, zodat die jongen daar groot kunnen worden. En ook nog kunnen overwinteren. En dan volgend voorjaar komen er misschien wel uit jouw bijenhuisje. En die van jou, Sander, als je hem ophangt. Komen nieuwe bijtjes in je eigen tuin. Nou, wat super tof. En jullie kunnen hem zelf ook in elkaar gaan zetten met dit pakketje. Ja. En dan kun je in je eigen tuin hangen. Maar dan ga ik dat eerst nu zelf doen natuurlijk. Ja, lijkt me een goed idee. Dankjewel, top. Het wordt een echt bijenparadijs in mijn tuin. Het bijenhuis hangt en ik maak de grond rijk met compost, zodat er mooie bloemen kunnen groeien. Ik zie jullie weer tijdens Meppel in één dag schoon. Samen gaan we dan de gemeente Meppel in één dag schoonmaken. Alles opruimen en ervoor zorgen dat er geen zwerfafval meer op straat ligt. Jullie weten nu waarom dat zo belangrijk is. Ik kijk ernaar uit. En ik hoop jullie ook. Wil jullie juf of meester meer weten? Kijk dan op In één dag schoon en klik op Meppel. Doei!